15.000 mensen vanuit heel Europa. En T&W zelf heeft ook miljoenen lezers die op grote afstand volgen wat er hier gebeurt. Dus dit is wel echt de toekomst van technologie. De reden dat ISS hier aanwezig is, is van groot belang. Omdat wij als organisatie samen met onze belangrijkste klanten nadenken over de dag van morgen en met name overmorgen. Dit is het grootste event in Europa op het gebied van tech. En dit is eigenlijk wel onze plek om te kijken hoe ziet de nieuwe wereld eruit. Geen verwachtingen van vandaag. Vooral heel veel genieten, heel veel kennis opdoen en vooral plezier er ook in hebben. Vandaag hoop ik met name bij de Future of Work inspiratie op te halen hoe medewerkers in de toekomst zullen gaan werken. Het gaat heel snel momenteel in onze markt, de ontwikkelingen. We spreken hier vandaag over de future of work. Hoe gaan we met werk om in de toekomst? Wat is werk? Welke impact heeft het op de wereld? Welke impact heeft het op de workforce? Maar met name ook de technologie. De impact van technologie die is gigantisch en die gaat heel snel. En daarom vind ik het van belang dat wij met leadership, met belangrijke klanten, met het netwerk, de community hierover nadenken vandaag. Er zijn ontzettend grote ontwikkelingen in de technology scene. En grote bedrijven moeten daarbij aanhaken, maar die kunnen het ook helpen versnellen in de implementatie. En het kan echt een doorbraak betekenen voor die kleine bedrijven. Wat het fijn is met het samenwerken met startups, is dat je op een andere manier gaat kijken naar de manier waarop je zaken doet. En startups kunnen die verfrissende blik aanreiken. En dat is een kans die je volgens mij gewoon moet gaan grijpen. Er zijn sprekers die het hebben over hoe krijgen we nou slim werk naar Afrika. Tot en met dat we straks een panel krijgen met Vodafone en een aantal andere sprekers erin over de smart cities, IoT in de smart cities. En een talk ook met Koen Oostrum van Edge Technologies over de hele slimme gebouwen en hoe die ons hele leven anders gaan maken. Dus het is een heel palet aan onderwerpen eigenlijk die samen met elkaar laten zien van hey, waar gaat die toekomst van ons werk nou naartoe. Mensen kijken ons soms ook vragend aan van maar waarom? Want als je een gebouw hebt gebouwd en het beton staat, wat is er dan nog verder relevant? Maar juist in die gebouwen is een revolutie gaande. En we kunnen veel leren van de jonge mensen hier die dingen net op een andere manier doen. Ik denk dat het belangrijkste wat wij de techies kunnen leren is dat het uiteindelijk nog altijd de menselijke factor is die het verschil maakt in onze dienstverlening. The power of the human touch, dat is hem ja. Ik heb net een seminar bijgewoond waarin heel duidelijk werd gemaakt, blijf leren, blijf leren. Ook ik word een dagje ouder, maar ik blijf leren, omdat de toekomst toch zeg maar om ons heen gebeurt. En ik die toekomst niet kan vinden als ik bij mij in kantoor blijf zitten. Dus ik probeer geïnspireerd te raken en dat weer mee terug te brengen naar kantoor. Wat wij gemerkt hebben, samenwerken de laatste 4 weken met ISS. Zelfs al contact gehad in Amerika om te kijken van hey, jullie doen een stuk van de werkplek in de wereld. Laten we zeggen meer het eind, het operational stuk en wij doen het begin. Dat is eigenlijk wel een hele mooie samenvoeging van om te kijken of we misschien wel met elkaar verder kunnen gaan. Maar dan wel met technologie als backbone om te kijken van hey, kunnen we dat niet met elkaar samenvoegen. Het connecten met elkaar is toch echt anders dan andere tech events. De sfeer, de festival setup, maar ook hoe de programmering wordt gedaan. De programmering is ontzettend goed en van belang. Waaruit alle hoeken van de wereld de juiste sprekers worden gevonden. Die echt spot-on kunnen zijn op een aantal onderwerpen.